Hoi lieve Ram, welkom bij de algemene tarot reading voor sterrenbeelden, maand januari. Ik werd geleid om deze tarot set te gebruiken van John Holland. Het einde van het jaar, nieuw begin van 2018 en het einde 2017. Deze kaarten gaan wat minder diep in op processen, dat hebben we eigenlijk 2017 al diepgaand gehad. En vandaar ook deze maand deze kaarten. Voor de ram. De situatie. Wat dwars ligt. Waar het bewustzijn zicht op heeft. Onbewust. Recente verleden. Nabije toekomst. Advieskaart, jij. Invloed van anderen. Hoop en vrees. En de conclusiekaart. Leidraad voor de ram is financiële en materiële veranderingen als leidraad. Zo moet hij. Oké. Dan gaan we even kijken. Waar heb ik ze? Hier. Extra bonuskaart voor de romantiek. Voor de ram, maand januari. Twee maal voor de ram. Het kan zijn dat de ene een plakkaart is. Dan gaan we straks kijken. Een kaart die plakte aan de ander. Maar soms resoneren ze ook allebei. Oh. En nog een kaart uit het Gaia-orakel. Voor de ram. Maand. Oh. Januari. Duurt eventjes, scroll gerust door. Ja, daar is die dan. Oké, zo, dan gaan we beginnen. Ja, financiële en materiële veranderingen. Die staat dus, ja, het is ook nog eens een 5. Dat is de kaart van transformatie. Deze kaart, die staat dus voor veranderingen. En ook de uitdagingen die daarbij tevoorschijn komen. Materiële problemen, financiële problemen. Misschien verlies je wat. Je zult het ervaren als een moeilijke periode. Maar alles verandert om een reden. Als je hier doorheen bent, zal het voor een verbetering zijn. En wat erg belangrijk is bij deze kaart, is dat je afvraagt van wat heb ik hiervan geleerd? Hoe kan ik het in de toekomst voorkomen? Wat zijn de levenslessen die ik eruit heb moeten leren? Dat zegt deze kaart. Als leidraad voor de ram. En we beginnen dan met nog een kaart. Emotioneel verlies. Oké. Ja. Oké, mooi. Prachtig. Nou. Lieve Ram. Waarschijnlijk heeft het ook te maken, niet zozeer met financiën, het kan daar ook bij komen, maar waarschijnlijk heeft het ook vooral te maken met emotioneel verlies. Waarschijnlijk
Is er een, ook ten aanzien van relaties een verandering in jouw leven gaande? En dat is ineens heel snel gegaan. Versnelde beweging. Daar stond het 2017 ook echt onbekend. Het heeft als doel dat je je eigen schaduw onder ogen gaat zien. Zodat je in het licht kunt gaan staan. In je eigen licht kunt gaan schijnen. Maar dat kan niet als je je eigen schaduw in je eigen die voortkomen uit angsten niet wil zien. Innerlijk kindwerk, schaduwwerk. Dat is het allerbelangrijkste om je naar je bestemming te leiden. Invloed van anderen. Dat kan andere mensen zijn, dat kan ook je intuïtie zijn. Het universum zijn. Je bent vooruitgestuwd. Met een behoorlijke versnelde, met een intensiteit. Daar ga je uiteindelijk de erkenning en de beloning van ontvangen. Als jij de moed hebt om je hart te gaan volgen. Hartchakra ligt bij jou. Maar dat kan alleen door hard werken. Door innerlijk kindwerk. Schaduwwerk. Ik ga die schaduwkaart even voorlezen uit het boekje. Want die is erg belangrijk. Is ook een grote arcana kaart. Schaduw 56. Het is de maan. Ja, die staat ook voor je angsten. Kijk, deze kaart vertegenwoordigt emoties en gevoeligheid. En is een herinnering dat niets in het leven stilstaat. Nee, het is heel versneld aan het veranderen bij jou. Financieel, materieel, emotioneel, in relaties. Schaduwen zijn boven gekomen. Dit is een wereld van voortdurende stroming. En één ding is zeker, alles verandert. Deze kaart roept u op tot actie. Het is tijd om uw grootste angsten onder ogen te zien en de donkere schaduwen van uw ziel te bekijken. U moet leren om te confronteren wat u hebt vermeden en er moedig doorheen te gaan. Weet altijd dat het leven zichzelf van nature revitaliseert. En terwijl het dat doet, doet u het ook. De schaduwkaart belooft dat er licht is. Aan het eind van de tunnel. Die ligt bij jou als uitdaging. Zie dat u door niet langer uw verleden te ontkennen de tranen te laten stromen. De diamanten in de schatkist van uw ziel zult ontdekken. Dit is een reinigend proces om weg te spoelen en op te ruimen wat ooit werd vermeden of genegeerd. Deze kaart geeft aan dat dit een tijd is waarin uw spirituele gevoeligheid vrij intens kan zijn. Leer uzelf daarvoor open te stellen of zo nodig te verminderen. Uw lichaam is een grote spirituele antenne, dus denk eraan dat u beheerst hoe hoog of laag u wilt dat de ontvangst is. Moeder Aarde kan u helpen in deze periode van verandering, gevoeligheid en genezing. Wauw. Alle hulp krijg je van boven. Van het universum, van je hoger zelf, van je intuïtie. Waarbij uiteraard ontzettend belangrijk is dat je deze kaart niet over het hoofd ziet. Emotioneel verlies. Wat je hebt verloren relaties, werk, noem het maar, wat jouw pijn heeft gedaan. Wat je ook angst inboezemt, ga er dwars doorheen. Dat zegt deze kaart ook. Dat is de enige manier om een transformatie te krijgen. Er dwars doorheen. Voel het. Ervaar het. Laat je tranen stromen. Maar ook je boosheid. Laat die ook een uitlaatklep vinden. Volg je hart. In je hart. Je hart zegt jou de waarheid. Als jouw hart nog gebroken is. Als daar nog boosheid in je hart verblijft. Als er nog oud verdriet in jouw hart verblijft, dan zal jouw hart dat zeggen. En dan zal ook jouw lichaam die wijsheid naar je toe brengen. En als jij dan weer leert te luisteren naar je lijf, en het leert te voelen wat je lijf je wil aangeven, ook je hart, dan zul je binnenkort erkenning en beloning voor het harde werken ontvangen. Voor het schaduwwerk. Voor de intense tijd waar je doorheen bent gegaan. Ook jij, en je bent echt niet de enige, lieve Ram. Dit is echt een versnelde beweging voor ons allemaal geweest. Het is een hele intense tijd geweest. Daarom hebben we ook het idee dat 2017 zo ontzettend snel is gegaan.
Maar allemaal met een doel om ons bij onze bestemming te brengen. En dat is bij onze passie, bij onze hartsverlangen, bij ons zielsverlangen. En dat we dan kunnen vieren. Dat we dan kunnen vieren. En die ligt bij de conclusie. De wijsheid is je hoop en vrees. Dat is natuurlijk voor de vrees van je ego. Want die wil helemaal niet dat jij wijsheid vergaart. Want die wil in dat oude blijven zitten. Maar jouw hoge zelf natuurlijk niet. Die wil die wijsheid wel. Maar die wijsheid zit al in jou. Dat is jouw goddelijke deel. Jouw hoge zelf. Dat je daarnaar gaat luisteren. Dit is de heremietkaart. Dit is de kaart van de wijze in jou. Nou, die kun jij horen als je afdaalt in je hart. Daarbij natuurlijk ook, je heel erg belangrijk is dat je rust neemt. Rust neemt. Het langzamer aan gaan doen. Je sacraal chakra, die ligt in de nabije toekomst. Dus, dit is je hartchakra. En dit is de nabije toekomst, ligt het sacraal chakra. Je hartchakra die zegt van, ik heb lief. Luister daarna. Wie heb je lief? Wat heb je lief? Wat is je passie? Wat is je verlangen? Luister daarna. Die verlangens en die passies zijn niet voor niets. Die komen niet voor niets in jou tot uitdrukking. Sacraal chakra, die staan voor emoties, verlangens, creativiteit en seksualiteit. Dus dat heeft met elkaar uiteraard ook te maken. Emoties is belangrijk dat je die gaat voelen, het emotionele verlies. En dan maak je je chakra, sacraal chakra's, maak je vrij. En die komt dan in balans. Maar ook je creativiteit komt dan vrij, ook je seksualiteit komt dan vrij. Geweldig. Ga voor wat jij lief hebt. Wat heb jij lief? En dat brengt jou naar die wijsheid te luiden. Dat brengt jou echt naar je bestemming. En dan kun je binnenkort ook, heb je iets te vieren. En dan krijg je erkenning en beloning voor het harde werken wat je hebt gedaan. Het innerlijk werk. En dan sta je in het licht. Dat is de uitdaging. En niet meer in je schaduw. Prachtig. Laat de controle los. En dat is de controle van het ego. Hè? Laat deze situatie zich op een natuurlijke manier ontwikkelen. Het komt vanzelf op je pad. Ook als er nog emotioneel verlies is. Het is alleen maar zo. Loop nergens meer voor weg. Laat het toe. En dan laat je de controle los om ervoor weg te lopen. Prachtig. Speelsheid. Ga ermee om als een kind. Bij het emotionele verlies kan nog innerlijk kind werk van toepassing zijn. Hij komt er niet voor niks uit. Ze passen trouwens allebei. Emotioneel verlies. Ga met het verlies, de verlieservaring van het nu, maak de koppeling naar vroeger. Naar je innerlijk kind. Wanneer heb je ook die verlating ervaren? Wanneer heb je die afwijzing ervaren? En heel die pijn nog in je hart. Prachtig. Wow. Het verborgen pad. Het huwelijk van geest en materie. Bonuskaart uit het Gaia-orakel. 34. Je hebt ver gereisd op zoek naar de diepere zin van het leven, naar vervulling. Je hebt vooruitgang geboekt en vele waardevolle lessen geleerd. Dat ligt hier. Je wilt deze reis vervolgen, maar de weg lijkt op te houden. Hoe ga je nu verder? De symbolische afbeelding op deze kaart laat een magisch bos zien. Dat lijkt je uit te nodigen, maar de weg er naartoe en er doorheen is niet duidelijk. Een tastbaar, zichtbaar pad is er niet. En toch is er een pad. Tussen de bomen zie je een symbool voor eeuwig leven en rechts een symbool voor heling en bescherming. Deze kaart nodigt je uit op spiritueel niveau verder te gaan en belooft je heling en bescherming onderweg. Vooruitgang kan nu alleen nog geboekt worden als geest en materie samengaan. Je verstand moet op één lijn komen met je hart. Als verstand en hart op hetzelfde punt gericht zijn, zijn er grote dingen mogelijk. Dit is echte spirituele alchemie. Alles wat je wilt bereiken, kun je nu ook bereiken.
Prachtig. Affirmatie. Mijn verstand en hart zitten op één lijn. Mijn denken en het verlangen van mijn hart zijn één. Ik ben een spiritueel wezen in een fysiek lichaam. De reis die voor me ligt is vol licht. Het licht van mijn ziel verlicht mijn pad. Prachtig. Wauw. Dat was een mooi einde voor de ram. Persoonlijke readingen kan via Skype, Video Messenger, Facebook, maar uiteraard ook in mijn praktijk hier in Apeldoorn. Je bent van harte welkom. Lees alsjeblieft eerst alle informatie door in mijn website, want het kost mij erg veel tijd om andere vragen via de mail te beantwoorden die al in mijn website te vinden zijn. Uiteraard, als je de informatie hebt gelezen, dan kun je gebruik maken van het contactformulier en contact met me zoeken voor een afspraak. Ik zie je heel erg graag. Sowieso wens ik je een fantastisch uiteinde. Een heel goed nieuw begin. Fantastische januari maand. En tot volgende maand. Veel liefs. Bye.